Frits, pitcher van Nederlands team. Nu komt hij, de beste en de mooiste pitch ooit. Hey gast, sta je weer te dagdromen? Weet je wat? We bellen Ron van Zepsport. Dat was snel. Ik hoor mijn naam. Ron Boshart, Zepsport. Waar heb jij een probleem mee? Met een pitch. Van wie zou jij dan les willen hebben? Kevin Heijstek. Startende werper namens Nederland is Kevin Heijstek, speler van Amsterdam. Ook hij komt met een stootslag-honkslag en maakt de nul op het derde honk. Ga daar die bal is? Kijk. Hey Kevin. Dit is Itz. En Itz, wat wil jij graag? Ik wil een betere pitcher leren worden. Beter pitcher. Kun je hem daar even bij helpen? Jazeker. Ja. Ja, nou ja, we hebben hier een trainingszaal van het Nederlands team. Dus we kunnen even gaan kijken, Itz. Gaan kijken. Mooi. Ja, je wil de beste worden. Hier trainen jullie altijd? Vooral de slagmensen slaan hier. Ah, ja. En vanaf daar gooien wij de ballen vaak aan. Ja, want dat is voor mij nog even onduidelijk wat dan precies de taak is van een pitcher. Ja, ja, een pitcher moet slagmensen uitkrijgen. That's a beauty. Strike 3 call. Laat me eerst even zien wat je in huis hebt, ja, zodat je ook even kan kijken hoe het zit. Ja, is goed. Ja, er valt nog wel wat te verbeteren. Ja? Ja. Ik heb iemand meegenomen, oh, en dat is een pitchwetenschapper. Oh, kijk. En die heet Erik. En die kunnen we misschien wel even bijhalen. Erik, een pitchwetenschapper? Ja, klopt. Wat doet een pitchwetenschapper precies? De jeugdspelers, maar ook het nationale team, die analyseer ik. En dan geef ik advies aan de coaches. En hoe doe je dat dan precies? Nou, ik heb natuurlijk mijn snelheidsmeter meegenomen. En daarmee kunnen we precies meten hoe hard de bal wordt gegooid. En met de camera's, daar kijken we mee hoe ze precies bewegen en hoe we dat dan kunnen aanpassen. Zullen wij de camera's neerzetten, gaan jullie nog een beetje inwerpen. Ja, zeker. En dan komt het goed, gaan we je filmen. Goed, hè? Ja. km/u. Best goed. En het is opgenomen ook, hè? En het staat op de camera. Kunnen we het nu terugkijken? Ja, we kunnen het nu terugkijken. Hier teer je heel goed je been op. Je ziet dat je je heup een beetje naar voren brengt. Dan vervolgens, dan schok je heel ver in. Dat mag wat minder. En dan maak je je arm, haal je eruit. Zet je je voet neer en gooi je hard de bal weg. De voet die je neerzet, die zet je altijd neer waar je naartoe mikt. En nu gaat Kevin gooien. En dan gaan we vergelijken hoe jij gooit met hoe hij gooit. En dan kunnen we goed zien welke punten we nog beter moeten maken. Ja. km/u. Kijk, je ziet heel goed hoe hij heel mooi zijn billen eerst optilt. Vervolgens zet hij zijn voet precies neer waar hij naartoe moet. En dan gooit hij met een hele grote arm, gooit hij de bal helemaal voor zich naar het doel toe. Nou, zullen we nou met de wetenschap wat we nu gezien hebben het nog een keer doen? We gaan eerst aan zijn been werken. Dus we gaan zijn been iets hoger laten, ja, optillen. Dus vanaf hier wil ik dat je een balans even houdt en daarna gaan gooien. Til je been maar op en dan blijf hem even vasthouden. Breng deze meer naar achteren. Juist. En vanaf hier gooi je de bal. Ja, dat is goed. Ja, ja, dat is hem. Ja, probeer nog even iets langer je been in de lucht te houden. En vanaf hier gooi je de bal. Ja, mooi. Goed je benen omhoog. En grote stappen. Flinke stappen. Ja, dat is wel beter. Heel goed. Heel goed. Ja, die is goed. Ja, er zit een kleine knikje in. Dus de elleboog moet wat hoger. Ja, mooi. Heel goed. Wij weten nu ongeveer hoe jij een perfecte bal moet gooien. Ja. Hè? Maar heb jij nog een laatste test? Ja, ik heb zeker een laatste test. We gaan de finale, is, ja, dat. Er komt alles een beetje bij elkaar. Dus je hebt de snelheid en de richting. Nou, klaar voor? Ja. Mooi. Gaan we dat doen? Gaan we het even klaarzetten? Toegekomen aan de finale. Hoe gaan we die doen? Ja, ik heb een bord opgehangen, zoals jullie zien. En ja, die moet iets kapot gooien. Ja, gaat het lukken, denk je, iets? Ik hoop het wel. En als het er in één keer lukt? Dan mag hij mijn pet hebben. Oké, nou,
Maak je klaar. Kevin, voordat je iets gaat gooien, ja. Zou jij het kunnen doen met dit glaasje? Ga ik die ophangen voor je zo? En kan ik nog één keer even voordoen? Kan ik nog even kijken? Ja, ik ga proberen. Ja, toch? Ja. Ga ik deze even ophangen? Kan die zo? Ja, goed zo, voor jou? Zo is die goed. Mooi. Oké, nou, ben ik benieuwd. Dit is de Kevin Special. Mooi. Je hebt het gezien, dus heel veel succes. Dank je. Doe mijn best. Goed gedaan, goed gedaan. Zeg ik. En dat was in één keer? Ja, dat was in één keer. Heel dus goed. Dus ik krijg een pet. Ja, je hebt mijn pet verdiend. Als jij thuis denkt, ik heb ook een probleem, mail ons. Het komt allemaal goed. He? Dus, nou, kijk eens een pet. Dank je wel. Hey, dank je wel. Geen probleem. Jij ook, gozer. Bedankt, hè. Dank je wel.